Assen. Centraal gelegen in Noord-Nederland en de hoofdstad van de provincie Drenthe. Een stad in ontwikkeling, met ambitie en met een innovatief en duurzaam beleid. Grenzend aan prachtige natuur die doorloopt in de woonwijken. En met tal van culturele en sportieve activiteiten heeft Assen een optimaal woon- en werkklimaat. Als middelgrote gemeente met bijna 70.000 inwoners komt het beste van twee werelden samen. Korte lijnen en stevige sociale samenhang in combinatie met stedelijke voorzieningen en internationale evenementen maken Assen aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Assen is een stad met een cultureel hart. Het Drents Museum, een trekpleister van formaat met spraakmakende tentoonstellingen dat jaarlijks ruim 200.000 bezoekers uit binnen- en buitenland trekt. Maar ook theater- en filmliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Assen. Met cultuurpaleis De Nieuwe Kolk en Podium Zuidhagen weet de stad alle grote namen, maar ook plaatselijke talenten naar zich toe te trekken. Assen is een stad met historie. Het Drents Archief heeft vele wandelroutes die langs prachtige monumentale panden en gevels leiden en de bijzondere geschiedenis van de stad laten zien. Vanuit de winkelstraten loopt u zo het eeuwenoude Asserbos in, waar zich ook het duurzaamheidscentrum bevindt. Een uniek gebouw dat met de allernieuwste duurzame toepassingen haar naam eer aan doet. Jong en oud kunnen er op een speelse manier kennis maken met duurzaamheid. Ook buiten het centrum wordt Assen omringd door groen. Breng eens een bezoek aan het bijzondere nationaal landschap Drentse A. Of ontspan aan het water bij de Bachelhuizerplas. Wie Assen zegt, zegt TT. Al sinds 1926 vindt in Assen het grootste motorsportevenement van Nederland plaats. De Dutch Moto GP Assen. U mag twee keer raden waarheen deze motorrijders op weg zijn. Inderdaad, naar de TT in Assen. 50, 125, 20... Meer dan 100.000 motorfans uit binnen- en buitenland komen in de TT-week naar het spectaculaire drie dagen durende TT-festival in het centrum van de stad en de races op het TT-circuit. En met verschillende evenementen, zoals het Truckstar Festival, het WK Superbike en de Gamma Racing Day, trekt het TT-circuit jaarlijks meer dan 600.000 bezoekers naar de stad. Naast de TT staat sport in zijn algemeenheid in Assen hoog in het vaandel. Met het regionaal wielercentrum Noord heeft de stad het openluchtwielercentrum van Noord-Nederland. Een ideale uitvalbasis voor wielrennen, mountainbiken, veldrijden, BMX en baanwielrennen. Maar ook de vele sportclubs, voetbal- en hockeyvelden, tennisbanen en watersportverenigingen bieden de mogelijkheid om heerlijk te sporten. Ook in ondernemend opzicht is Assen een ideale plek. De goede bereikbaarheid, direct aan de A28. Moderne bedrijventerreinen en een nieuwe toeristische recreatieve zone maken Assen tot een stad waar bedrijven kunnen pionieren en ondernemen. Innovatieve bedrijven krijgen alle ruimte in de stad. Assen is een prettige stad om te wonen. Zowel in de binnenstad, maar ook in de mooie groene wijken. Aan het bos of aan de rand van de stad bij de verschillende uitvalswegen. Met tientallen nieuwbouwprojecten, verdeeld over de stad, is er genoeg keus voor jong en oud. Maar ook in bestaande bouw heeft Assen voldoende keuze en is het fijn vertoeven in betaalbare woningen. Met het Florijn-As-programma investeert Assen in de ontwikkeling en bereikbaarheid van de stad. Het stationsgebied heeft een ware metamorfose ondergaan. Een markant stationsgebouw biedt onze bezoekers een warm welkom.
En via een nieuwe autotunnel en stadsboulevard leiden we het verkeer geruisloos van noord naar zuid. Verkent u de stad liever vanaf het water? Dankzij 6 bruggen en 2 sluizen kunt u een rondje varen door de Blauwe As. Assen, een prachtige stad om in te wonen, te werken, te recreëren en te innoveren. Stedelijk en groen, sportief en ontspannen. Assen heeft het allemaal.